Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik ga voor jullie weer lekker een nieuwe weekvlog beginnen. Dus als je er heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan gaan we snel beginnen. Het is dus maandag 16 november en het is nog voor 12 uur. Ik heb me net even klaargemaakt en morgen heb ik een toets. Even de laatste toets voor de komende tijd. En ik ben deze week jarig. En ik ga mijn verjaardag 3 keer vieren. Dus jullie gaan in deze vlog leuke beelden zien. En ik heb er heel veel zin in. En voor de rest, ik ga zo meteen heel even met Eva naar de stad. En voor de rest ben ik nu aan het leren. Want ik heb morgen dus die toets. Maar ik kan me echt niet concentreren. Dus ik weet niet of ik het ga halen. Ik heb mijn joggingpak nog aan. En ik ga me zo even omkleden. En ik ga dus deze week mijn verjaardag vieren. Heel veel zin in. Oké, Eva is bijna hier. Ik heb me even omgekleed. Wat ik aan heb is... kooltruitje, Spencer. Deze broek. Volgens mij is het een beetje donker. En ik wacht even op Eva en dan gaan we even naar Den Haag. En Eva is volgende week jarig. Dus we gaan gewoon even kijken voor cadeautjes. Misschien nog spullen voor ons verjaardag kopen. Moeten we ook nog doen. Wat ik wel altijd heel erg heb, en ik denk dat mensen dat echt wel herkennen. Ik vind mijn verjaardag vieren het leukste wat er is. Maar ik heb nu al stress. Gewoon voor alles. Een soort van voor het regelen en dingen kopen en met werk. En ik ben bang dat ik dan weer moe ben en allemaal dat soort dingen. Dus ik vind het echt heel erg leuk, maar ik word nu al gek van het regelen. Zonde als het daarna 20% korting is. Ja. Dat is wel echt zonde. Oké, even niks aan terug uit de stad. Het lijkt net dat ik dit elke dag aan heb, dit jongenspak. Maar dat is eigenlijk ook wel zo. Maar. En wat we hebben gekocht is een helium tank voor onze ballonnen. Die ligt nog in de auto. Maar we hebben ook nog wat andere spullen gekocht. Dat gaan we even laten zien. Toch? Ja, ik vind het goed. Oké, zullen we dan ook gelijk even die ballonnen kijken wat er nou allemaal in zit? Ja. Oké, we hebben die... dit voor aan de ballonnen. Ga je die openmaken? Volgens mij. Dus die gaan we dan aan de ballonnen doen als er helium. Dan hebben we dit als een soort van tafelkleedje. Ja, homemade gaan we toch niet gebruiken. Staat er homemade op? Oké, dan hebben we nog... maar die andere wel. Dit. Die frietbakjes. Voor leuke frietjes. Tafelkleed. Die is voor ons verjaardag, hè? Ja. Zal ik even een doos maken met wat we voor ons verjaardag hebben? Wacht, dit is niet echt belangrijk. Wat is dat? Oh. Oh, ja. En van die slingers die we gaan ophangen. Dat was het. Ik had deze nog een keer. Oh, was mee. Oh ja, die. Voor in mijn kamer. En dan die. Ja, oké. Nou, neem ik dit dan. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En ik heb me net klaargemaakt. En ik ga zo meteen verder met leren. Want ik heb straks... dus een toets. Ik heb een taalkennisbasistoets. En als ik dit heb gedaan, dan heb ik echt weer een tijdje niks. Dus dat is heel erg fijn. En dan kan ik ook gewoon mijn verjaardag gewoon rustig vieren zonder dat ik aan school hoef te denken. Voor de rest, ik moet mijn haar nog wel eventjes doen. Ik heb alleen dus even make-up gedaan. Ik ga nog even 1 uur heel, heel goed leren. En ik weet niet of ik het ga halen. Ik heb niet zo heel goed geleerd. Maar als ik het niet haal, dan... heb ik nog een kans, dus het maakt niet heel veel uit. En ik had ook gewoon niet zoveel concentratie. Dus ik ga nu nog 1 uur leren en dan ga ik naar school. Oké, ik was aan het leren en toen ging de bel. En toen was er een heel leuk pakketje van Chiquelle. Toen dacht ik, nou, ik kan het na mijn toets gaan openmaken, maar ik doe het nu. Want ik wil gewoon te graag weten wat erin zit. Ik heb best wel vaak een samenwerking met Chiquelle. Ik krijg er niet voor betaald. Ik krijg het gewoon opgestuurd en dan mag ik leuke dingen uitzoeken. En er is nu Black Week en Black Friday komt er natuurlijk aan. Dus er is echt bizar veel korting. En dat begint dus vandaag. Daarom mocht ik dus wat leuke items uitzoeken. Dus ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten. En de korting begint dus vanaf vandaag. En ik had vorig jaar zelf ook heel veel besteld met Black Friday. Omdat er echt heel veel korting was. En ik zag nu ook weer hele leuke dingen. Dus ik ben heel benieuwd wat ze opgestuurd hebben. Eerst zie ik een trui. Namelijk een beetje... hij is niet wit, ze noemen hem. Oh, dat is de kleur. Of white. En ik vind dit echt heel erg leuk. Het is gewoon een dikke trui. En ik hou echt van de trui van Chiquelle. Dit is in een maatje one size. En ik denk dat dit wel een S of een M is. Als ik er zo naar kijk. Heel erg leuk. Dan zit er
Oh, hier ben ik heel blij mee. Oké, als je mijn weekvlogs veel kijkt, misschien had ik hem gisteren ook wel aan. Dat grijze pak, dat jongenspak. En ze hadden hem ook in andere kleuren, in het groen en in het zwart. En toen heb ik deze ook op het lijstje gezet. En deze hebben ze dus ook opgestuurd. Mijn lievelingsjoggingspak. En ik heb hem dus nu in een beetje een zwart kleur. Maar er zit wel een beetje van die grijze details op. Deze heb ik in een maatje S. Die zit bij mij echt perfect. Dus ik heb dan de trui. En ik denk dat de broek er dan ook bij zit. Maar deze trui kan je dus ook gewoon boven een spijkerbroek dragen. En dit is de broek. Heel erg chill. Heel erg blij mee. Ik mag namelijk 8 dingen doorsturen en dan kiezen zij er 4 uit. Ik had de vorige keer namelijk een wit cardigan vestje. Heb ik echt al heel veel gedragen. Heel erg mooi is die. En ze hebben hem dus nu ook in het zwart opgestuurd. Heel erg blij mee. En deze is ook in de one size. En de mouwen vind ik dus heel erg mooi. Want die zijn een beetje van die kleine ballonmouwen. Je ziet het nu niet zo goed omdat het donker is. Maar ik zal gewoon aanbeelden plaatsen. Dus dan kunnen jullie dit gewoon zien. Dus dit waren alle items van Chiquelle. Ik zal alles in de beschrijving zetten. Het is ook echt een verjaardagsvlog. Dus dat is wel echt leuk. Oké, nou, ik ben weer met Floor en Vos. We zijn weer herenigd, meiden. Ja, met me. Er liggen nog een paar naast. Oké, wat is er? Ja. Er ligt ook zo'n frietje onder mijn stoel. Van dat filmpje aan. I am lost. I am lost. Oké, hoe gaan jullie toetsen? Oké, we gaan allemaal cijfer gokken. 4, denk ik ook. Nee, ik denk 5. Ik denk wel echt een 4. Ik denk een 5. Sorry, maar bij mij ging die vorige keer echt nog beter dan nu. Nee, dat kan niet. Ik zweer het. Je stond ook heel confronterend. Is dit de eerste keer dat je de toets maakt of ben je de herkanser? Ik ben de herkanser. Nou, kan je nagaan dat jij dit voor de eerste keer ziet. Ik zie dat af. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Ja, woensdag. En ik ben morgen jarig. Dus echt heel veel zin in. Ik heb mijn haar nog niet gedaan. Dat ga ik namelijk straks even doen. Ik heb namelijk een afspraak voor mijn nagels. En ik was een beetje laat wakker geworden. Meestal ben ik echt heel vroeg wakker uit mezelf. Dus ik heb nu even snel me omgekleed. Make-up wel gedaan. En dan doe ik dus gewoon mijn haar gewoon straks. Want ik heb er dus nu niet heel veel tijd voor. Maar het maakt ook niet uit. Want mijn haar hoeft ook niet gedaan te worden als ik mijn nagels doe. Ik heb dus nu dit. Misschien, ik heb nu gewoon lichtroze. Misschien hou ik dat wel. Maar ik had dus ook wel wat mooie dingen met glitter gezien. Maar ik weet niet of ik me daaraan ga ergeren. Dus ik moet even kijken hoe ik dat ga doen. Voor de rest ga ik vandaag ook heel even met Niese. En die heeft heel lief al een cadeautje voor mij gekocht. En ik ga dus ook bijles geven. Want mijn oppaskindje, die ook bij mij op mijn stageschool zat, die heeft vrijdag een toets aan de tafel van 7 volgens mij. Dus dat gaan we even oefenen. Dus dat is wel handig. Voor de rest heb ik me al omgekleed. Best wel een simpele outfit. Dingetje van Chiquelle. En ik heb mijn kamer dus gisteren een beetje opgeruimd. En er is echt mega veel karton en alles wat ik weg moet gooien. Want hier achter mijn bed stond het dus helemaal vol met pakketjes en alles. Dus dat heb ik nu even allemaal bij elkaar gegooid. Maar ik ga nu mijn jas aan doen, want ik moet nu weg. En ik moet nog even mijn tanden poetsen. Oké, het is inmiddels alweer 2 uur. Ik heb mijn nagels dus gedaan. Het is echt heel erg mooi. Het is dus een beetje roze met glittertjes. Ik zal het straks wel even wat beter laten zien. En ik ben dus nu onderweg naar Denise. Ik heb net ook bijles gegeven. En ik weet nog niet precies wat ik met Denise ga doen. Maar ik ben nu onderweg naar haar. Ik ben er echt bijna. En het is een mega drukke dag. Want ik heb echt deze week zoveel gepland. I hate myself met dit soort dingen. Maar ja, wel heel erg gezellig. Ja. Oké, ik ben bij Denise. En ze heeft mijn lievelingssnoepjes gekocht. Nou, we hebben alle lekker er al uitgegeten. Heb je die blauwe al genomen? Ja, ik krijg een blauwe tong. Oh. Dat zag ik net bij jou. Oh, nou die blauwe vind ik het lekkerst. En dit. Ik mag het wel filmen, toch? Ja, dat mag. Ik had wel gezegd dat je een cadeau voor me had gekocht dat helemaal niet hoeft. Dat mag. Maar ik ben toch jarig? Dan ga ik toch wat geven? Wat leuk! Meer voor je kamer. Ik dacht, misschien past beter bij je kamer. Ja, maar dit vind ik echt leuk. En hier heb je ook echt wat aan. Ja, kan je gewoon neerzetten. Heel leuk. Ik laat het wel even in de verpakking. Dan laat ik het straks wel even zien. Heel leuk. En het hartje kan je gewoon apart ophangen. Ja. Van, ik had het zo ingepakt. Een soort pampas, of niet?
Ja, soort van. Ja, ik weet niet. Gedroogd. Ja, heel dus mooi. Ik weet even niet wat het laatste is wat ik heb gefilmd. Volgens mij dat het bij Denise was. En ik had dus een cadeautje gekregen. Super lief. Dus ik heb het eventjes hier neergezet. Vind ik wel heel erg leuk. En daarna heb ik boodschappen gedaan voor morgen voor mijn verjaardag. Want morgen heb ik dus een dinertje bij mij thuis. En ik heb nu even mijn kamer opgeruimd. En ik heb dus in ieder geval allemaal kleren op kleur gehangen. Ook in de kast. Ik heb dit dus helemaal opgeruimd. En ik heb mijn bureau ook een beetje opgeruimd. Want ik kon het echt niet meer aanzien. Voor mij doen is het best wel opgeruimd. Wat ik nu ga doen is wachten op Eve. Want ik ben dus om 12 uur jarig. Maar ik heb voor vanavond niet echt plannen. Ik heb wel even wat lekkere dingen gehaald in de supermarkt. En ik ga zo heel even mijn haar doen. En dan komt Eve hier. Gaan we gewoon even lekker film kijken. Gewoon rustig aan. En dan morgen ben ik dus jarig. En in de avond komen Celia en Eveke naar mij. En ik heb allemaal leuke dingetjes en leuke dingen gekocht. Ik ga jullie gewoon lekker meenemen in 3 dagen verjaardag. Heel veel zin in, maar vanavond gaan we gewoon lekker rustig aan. Doen we gewoon een beetje chillen. En ik hoef ook niet elke dag iets te doen. Oké, maar dan moet ik wel even muziek uitzetten. Oké, Eve heeft heel lief een cadeautje. Maar je hebt toch al? Ja, maar ik vond het wel gewoon leuk om... Oké, moet ik even eerst de kaart? Ja. Oké, ik ben benieuwd. Oh, wat een mooie zakjes. Ja, mooi. Welke eerst? Ja, maakt niet uit. Oké, maar ik vind het sowieso leuk. Oh, deze vind ik juist heel leuk. Ja, ja leuk? Deze vind ik echt heel leuk. Want ik heb deze ook in het... In het groot, ja, daarom. Dus dat is juist heel leuk. Ja, ik weet niet, ik wist helemaal niet. Veel bij dit, ik zag het zo, maar dan moet je eruit. Oké, ik doe nu even de vlog uit. Het is vandaag 19 november en dat betekent dat ik jarig ben. Yay! Ik ben net wakker. Ik heb mijn joggingpak aan. Ik heb even mijn make-up gedaan. Ik ga vanavond mijn make-up even opnieuw doen. Dan ga ik het helemaal mooi en alles doen. Want vanavond heb ik een dinertje met vriendinnen. Maar vannacht was Eva bij mij. En om 12 uur waren we dus samen. En we hebben echt tot mega lang nog. Volgens mij tot 2 uur of zo. Dus ik was echt kapot. En er hangen vlaggetjes in mijn kamer. En ik krijg nu cadeautjes van mijn vader, van mijn broertje. Dus ik ga nu even naar de woonkamer. Ik heb gewoon lekker een joggingpakje aan. Het spuit ook mega slecht weer. Of course. Ik ga dus nu, krijg ik wat cadeautjes. Prachtig versierd. Bedankt. Oh. Woe! Ik moet even neerzetten. Dat kun je wel zien, dat ben ik. Wauw! Nee, ik heb ze nog niet in het echt gezien. Het is heel mooi. Ja, mooi. Ja. Zo mooi. Ja, dan ben je nou echt jammer. Nu moet ik echt denken aan die TikTok van... Oké, ik heb net al wat cadeautjes gekregen. Ik heb dus voor mijn broertje nieuwe schoenen gekregen. Die had ik namelijk naar hem gestuurd dat ik die heel leuk vond. En die heb ik dus gekregen, heel lief. Ik had dus gisteren van Eve ook al echt heel veel lieve dingen gekregen. Terwijl ze zaterdag ons verjaardag samen gaan vieren, krijg ik sowieso ook nog dingen. Omdat ik dat weet. Omdat ik ook met vriendinnen voor haar iets heb geregeld. Dus echt veel te gek. En ik had namelijk een nieuw armbandje gekregen, nieuwe oorbellen en een bedeltje, heel lief. Dus daar moet ik ook nog iets voor zelf dan gaan regelen. En... ik heb van mijn ouders gewoon geld gekregen, want ik ga namelijk op Black Friday dingen kopen. En ik heb dus nu een online les, dus daar ga ik even naar luisteren. En daarna ga ik me omkleden, ga ik met mijn moeder thuis versieren. Want daar komen Eveke en Celia vanavond naartoe. En dan ga ik daarna helemaal flieken en weet ik veel. Want ik heb een heel leuk jurkje en nieuwe laarzen gekocht. Mijn mama thuis en ik heb alvast de tafel versierd. Dit opgehangen voor de keuken. En dit al neergelegd. Hartstikke leuk. Ik ga nu even een pakketje wegbrengen. Op mijn verjaardag. Laatste dag om te verzenden. Heel stom. Oké, ik ben nu bij mijn moeder thuis. En alles staat klaar. C en IJs die komen er zo aan.
En de tafel is gedekt. Alles hangt. Ik ben helemaal klaargemaakt. Ik twijfel alleen nog over deze oorbellen. Dus misschien ga ik die nog eventjes wisselen. Maar wat ik aan heb is... Ik hoop dat je het goed kan zien. Maar ik had er ook al een apart filmpje van gemaakt. Dus in ieder geval van die hoge laarzen. En ik ging nu even de kaarsen aandoen. Dat was de bedoeling. Je mag gewoon goed zeggen wat je wil. Nou, je kunt het ook niet voor te lezen. De hele tijd. Doe je besties. Vandaag vrijdag 20 november. Ik vierde dus gisteren mijn verjaardag. En het was mega gezellig. Eifke en Celia waren er dus. En ik denk dat ik wel wat beelden heb gefilmd. Heel veel zelfs. Ik weet niet wat ik er allemaal in ga doen. In ieder geval, ik ben dus nu weer klaargemaakt. Het is nu bijna 5 uur. En Voske en Floor komen zo naar mij. En we gaan een tapasavond doen. Dus ik heb alles helemaal versierd en klaargezet. En het wordt echt mega gezellig. We hebben tapas besteld. Maar... we gaan ook gewoon carpaccio eten. We gaan nachos eten. Ik heb lava cakejes. Ik heb allemaal lekkere dingen gehaald. Het wordt heel gezellig. En ik heb nu gewoon een beetje gezellig gemaakt met lampjes. En allemaal dat soort dingen. Dus ja, ik heb er echt mega veel zin in. Ik heb nu weer een jurkje aan. Ik heb dus mijn nieuwe ketting om die ik van mijn vriendin heb gekregen. Die ik echt heel erg mooi vind. En ik heb dus gewoon een beetje alvast kaarsjes aangezet. En gewoon een beetje gezellig met wat ballonnen. En vlaggetjes. Maar dit is gewoon in mijn eigen kamer. Dus dat. En ik ga nu even... de eerste even proeven. Ook echt met het kledingrekker achter. Was je bij een glas? Ja, dat doe ik altijd. Nee, echt? Oké, okay, gaan we alle drie tegelijk proeven? Dat is leuk. Oké. Zaad? Welk lied is dit? Geen idee. Wacht. Maar nu zie ik mijn vinger niet. Nee, maar op de bovenkant was de microfoon. Ja. Oh ja. Nou, bedankt. Zal de muziek misschien iets zachter? Maakt het niet uit. Nou ja, maakt niet uit. Sure. Oké, okay, moet ik eerst nog iets eerst pakken? Of? Ja, er is wel een kaartje. Oké. Okay. Deze toe? Ja, ja. Ah, voor sure. Nou, ik heb het niet zo mooi geschreven hoor. Ja, dag. Nee, echt. Helemaal perfect. Gisteren. Je weet dat namen met een hoofdletter moeten. Nee, groep 3 niet. Toch? In groep 3 niet. In groep 4 doen ze dat pas. Sorry, maar als ik op allernetjes zou schrijven, zou ik niet eens dit 1% echt. Tippen. Echt hè? Oké. Wat heb je geschreven? We gaan ons snel laten vaccineren. Ja, dat had Floor bedacht. Dat was een grapje. Jij zei, oh, zou ik het echt opschrijven? Ik wil dat niet eens. Heel lief. Wauw, dit is ook echt heel mooi getekend. Nou, hey, ik ben je het. Dankjewel, ja. Dat doe ik ook bij de kinderen. Als ze een nieuwe fout hebben, dan maak ik een ballon. Nou, de fotolijst. Ah. Ja. Hoe leuk. Deze is heel leuk. Alleen, ik ben wel een beetje een beetje chagrijnig. Maar... helemaal niet. Je was toen toch ook niet chagrijnig? Maar we dachten... ik ben nooit chagrijnig. Nee. Ik moet even denken aan het uitgaan. Ja, ja, er zit er zo'n kaarsje bij alsof er iemand... Ja. Ja, de club is overleden. Oh ja, nu zie je dat ook echt. Ja. Ja, daar zit een verhaal bij. Oké. Okay. Nu? Of, oh. Ja, zou ik zeggen? Ja, doe maar. Ja, hij was niet op voorraad. Ja. Lekker dan. Ze hadden hem niet. Nee, ze hadden hem niet. Maar goed, dan kan ik hem zelf kopen. Dat dachten wij ook. Dat is de bedoeling, ja. Dat is de bedoeling. Maar wel een MacBook, hoe leuk. Ja,
Nou, het is dus een doeklasbon, maar in een MAC jasje. Dus je kan hem van bij de doeklas uitgeven. Ja, volgens mij is het gewoon een doeklasbon. Het is gewoon een doeklasbon. Ja. Oh ja, kijk maar. Ja, precies. Maar ja, dus je zou er ook nog maar iets doen. Maar dan weet je dat het voor mij bedoeld is. Ja. Ja. Nou, dat ga ik doen. Met Black Friday natuurlijk. Ja. Thanks, schatje. Alsjeblieft, schat. Thanks. Hey. Ja, jij hebt te veel brood gegeten. We hebben net lekker carpaccio gegeten, we hebben broodjes gegeten, we hebben nachos gegeten en we hebben tapas besteld. Zie je dat goed? Ja. En frietjes en die ga ik in van deze mandjes doen. Dus ik ben dus nog even bezig in de keuken en ik ga zo meteen wel even laten zien als alles klaar staat. Dus dat is wel leuk. Maar ik zie het. Eet smakelijk! Die open haard. Ja, heel leuk. Verjaardag. Ja? Voor de vier. Ja. Maar ik heb al een paar TikTok maken met z'n drieën. Oké, okay, zullen we eerst het shortje nemen? Ja. Oké. Okay. Dat ik fijnste. Ik ook. Heb je die ook? Maar is dit niet? Is dit gewoon puur? Ga je dit filmen? Oké. Okay. Wat is dit eigenlijk? Heel lekker. Botsen? Nee, het is ik heel wil niet gaan botsen of zo hierdoor. Oh, is dat wat jij? Het zag zo uit. Oké, het is vandaag zaterdag en ik ben met Eve. En wij gaan ons verjaardag vieren. Het laatste wat ik heb... Ik weet dat we scheid hebben aan corona. Zo, we nodigen twee mensen uit. Ja, we hebben maar twee mensen uitgenodigd. Eigenlijk drie, maar er was er eentje ziek. Dus wat we nu gaan doen... Zit ik weer met die lipgloss. Ik heb er echt veel te veel gedaan. We hebben beneden helemaal versierd. Gaan we nu laten zien. We zijn helemaal klaar. En ja, we hebben er zin in. Oké, gaan we naar beneden. Outfit komt van Shein. Ja, wel. Mijn jurkje komt van... Ja, ik ga even beneden filmen. Oh. Hey, boeien. Komt goed. De eerste cocktail in de maak door even aankijken. Oh, zijn ze... het lijkt net plastic glazen. Lekker. De volgende cocktail. Oké, wat moeten we even? Leuk. Zou ik er een speech bij doen? Een voorbereide speech. Nee, ik heb echt een speech. Kort speech. Voor mij. En voor ons gewoon met speech. Hallo. Dit is al bewerkt. Volgende zijn er. Holy shit. Oh, mooi. Lekker. Gin tonic. Maar met roze. En deze. Oh my god, mijn favoriet. Nou, ik ben benieuwd. Ik had een spiegel, maar ik heb er helemaal zin in. Het is ook de zwarte. Jan? Oh, licht even toe waarom je... Wat? Oh, waarom ja. Nee, dat heb ik al verteld, dat of okay. Je ziek is, maar ik heb niet namen genoemd. Dat vind ik een beetje raar. Oké. Okay. Heeft er een corona? Hoezo nou weer tijden? Maar dat is gewoon... Kijk naar mij! Ja, sorry, maar ik weet dan gewoon dat jij dat hebt gedaan. Dat is toch wel leuk? Ik ben met die tijger... Oh, dat liedje ga ik niet. Ja, daar moet ik dus aan denken. Heel lief ingepakt met hartjes. Regen, dat wist je denk ik niet. Nee, we gingen dus even ik ging de foundation testen. Toen zei ik zo, zou ik die poeder ook gelijk kopen? Toen zei ik, nou, ik weet niet of je dat wel komt toe. Echt, nee, ik meen maar het wel een goede kleur toch? Ja, ja. Ja. Maar nee, dat is niet te leuk. Nee, maar hoe dan? Hoe dan? Nee, maar hoe dan? Ja, gewoon. Nee, even serieus. Hoe bedoel je? Nou, deze 30 en deze ook. Er was singles day, dus er was single korting. Dus ik heb even paniek toen ik die groep heb aangemaakt. Ik heb kut van mijn bestelling. Maar dan ik vind het alles best, al is het 50 euro. Oh, nou, het is gelukt. Daar ben ik heel blij mee. Je kan een make-up tutorial verwachten op mijn Instagram. Kijk, jij mag eens zien.
Het is vandaag zondag. Ik ben echt helemaal kapot. Ik kan niet meer. Ik heb 3 dagen mijn verjaardag gevierd. Ik weet niet hoeveel ik heb gefilmd. Ik denk dat het wel echt leuke beelden zijn. En ik moet nu ook nog eens werken. Echt mega stom. Maar ja, het is niet anders. Ik ga vanavond de vlog editen. Want hij komt morgen online. Omdat er maandag en dinsdag om 4 uur een nieuwe video komt. Dus dan weten jullie dat. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doeg!